uitnodiging ben ik aan het maken voor de burendag. Ja, dat is aan het zagen. Oh. Maar ja, ik heb de briefjes voor de kinderen gisteren rondgebracht, dus ik... Ja, ik zal vanavond of morgen die van de grotter ombrengen. En dat is dan alleen dan hier de Koosendreef, de Lierenstraat, Sint-Katrinendal. Ja. En doen we dan op de dag zelf, ik heb erop gezet 11 uur verzamelen, doen we dan ook eerst koffie drinken? Zo'n grote kan koffie weer, een paar honderd kopjes. En dan iedereen die komt, die kan gewoon koffie krijgen. Ja. En iedereen die mee komt helpen. En dan zetten we de tent op. En dan na een uur of twee begint bij jou? Ja, twee uur. Nou, dus tot 4 uur. Tot 2 tot 4. Nou ja, en als wij dan van om 5 uur beginnen, dan kunnen we nog even wat opruimen wat er nog wat weg moet. Ja. En dan om 5 uur eerst koffie. En ik wou zeggen, dan heb je, maar je hebt smiddags ook koffie voor de ouders die komen. Ja. Dus dan, eerst koffie en dan daarna barbecue. Ja, dan wist je dat ik geld van het Oranje Fonds gekregen had voor Burendag. Ja. Ja, ik wil nog even kijken voor En daar betalen we dan die huisjes van en springkussen. Ja, ik wil nog kijken dat via de gemeente die verwarming kunnen regelen. Via Moerdijk Leeft. Ja. Dus dan moet daar nog verwarming wel kunnen leveren. Het is te hopen, want ze hebben niet zoveel op voorraad. Nee, maar ja, dan, we zullen wel zien. In ieder geval alles beter dan dit. Ja, ja. Nou, voor de rest, als jij ze rondgebracht hebt. Ja, dan is gewoon aanwachten. Hoe kom je nou weer op zo'n idee? Ja, van Buurtlink. Van Buurtlink. Oké. Een tijdje terug stond er iets over op dat de gemeente iets van een groot insectenhotel wou. Ja, dus toen dacht ik van, een groot insectenhotel is wel leuk, maar wie wil dat in zijn achtertuin? Ja. Niemand natuurlijk met wespennesten. Nee. Nou ja, en toen kwam de uitnodiging van het Oranje Fonds. Als je dan al een keer wat gat hebt, krijg je automatisch bericht. Ja. En toen dacht ik, hé, dat insectenhotel. En dan bij iedereen een kleintje in de tuin. Ja, dan is dat om te doen, want ik zie niet gebeuren dat hier hele wespennesten inkomen eigenlijk. Nee. Dat zijn toch maar misschien lieveheersbeestjes en zo, zo'n soort spul. Ja. En dat is nog leerzaam, oké, voor de kinders. Ja, dat zeker. Maar ik ben benieuwd. Ik hoop dat we veel aanmelding krijgen. Ja, toch? Ik ook. En voor s'avonds ook natuurlijk. En voor s'avonds ook natuurlijk, ja. Ik zal straks dan nog even een berichtje op Buurtlink zetten. Dan doe ik het van die kinderen, maar dan moet ik er dan ook van jou bij zetten of jij het zelf? Nee, dan zet jij er gelijk maar bij. Dan zijn we dan een keer... Oké, dan maak ik gewoon één ding van, zeg maar. Ja. Ja.